Vandaag wil ik je laten zien hoe je een groene smoothie maakt. Heb jij nog nooit een groene smoothie gemaakt? Dan is deze video voor jou. Want dit is een starters smoothie. Groene smoothies zijn een ideale manier om meer groene bladgroentes binnen te krijgen. En groene bladgroentes bevatten ontzettend veel fytonutriënten, vitamine, mineralen die je lichaam heel hard nodig heeft om jou gezond en vitaal te houden. En het is ook een hele makkelijke manier om ze mee te nemen als lunch of tussendoortje. Ik wil heel graag dat je drie dingen gaat onthouden als je begint met het maken van groene smoothies. De eerste is, hou het simpel. Zeker in het begin. De fout die veel vrouwen maken is dat ze er veel te veel ingrediënten in gooien en het dan gewoon niet meer lekker krijgen. Ik zal je laten zien dat ik mijn basis groene smoothie maak met maar 4 ingrediënten. En ben je daar eenmaal bedreven in, dan kan je daar natuurlijk nog allerlei variaties op bedenken. En daar zal ik zeker ook nog meer video's over maken. Tweede om te onthouden is, zorg dat er altijd gezonde vetten in zitten. In dit geval ga ik er zelfgemaakte amandelmelk in verwerken. Dat zijn de gezonde vetten die in deze smoothie gaan. Maar je kunt natuurlijk ook avocado's gebruiken. Je kunt zelfs een scheutje olijfolie. Ik gooi er ook wel eens een rauw ei in. Allemaal smoothies voor gevorderden. Vandaag de basis, het basisrecept. En het derde wat goed is om te onthouden is, maak het vooral lekker. Zorg dat het lekker is. Maak het dus noods een klein beetje zoeter als dat misschien goed voor je is. Als je daar nog aan moet wennen. Of als jij echt nog een zoete smaak hebt. Als je het fijn vindt om wat zoeters te eten of te drinken. Dat kun je langzaam afbouwen. Maar zorg dat je hem lekker vindt. Want anders geef je het misschien bijvoorbeeld op. En nogmaals, groene smoothies kunnen echt een bijdrage leveren aan je gezondheid. Wat gaat er in mijn starters smoothie? Allereerst, de makkelijkste groente om mee te beginnen is spinazie. Dus bij mij gaat er zeker 100 gram spinazie in. Het is allemaal gewassen, het is biologisch. En het fijne van spinazie is dat je namelijk gelijk een donkergroene smoothie krijgt. Aanduwen is toegestaan. Je ziet dat die zeker voor de helft vol zit. Hier en daar nog een los blaadje. Wat er bij mij dus ook ingaat is zelfgemaakte amandelmelk. Dit is een flinke kom, denk ik. Een flinke mok. Ik weeg nooit dingen af. Weinig. Tenzij het echt heel erg nauw komt. Dus in het geval van een smoothie is het echt een kwestie van wat vaker uitproberen. Er gaat een groene banaan in. En ik ga in een latere video uitleggen waarom een groene banaan. Groene bananen zijn namelijk heel goed voor je darmflora. En zijn niet zo zoet. En omdat je waarschijnlijk een zoetje nodig hebt, zal ik je ook laten zien hoe ik dat doe. Ik doe er dan een scheutje appelsap in. Appelsap is eigenlijk iets wat ik altijd in de koelkast heb staan om iets zoeter te maken. Soms een sausje, soms een smoothie zoals in dit geval. En ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Ik doe de helft erin. En dan is het gewoon een kwestie van blenden. En eens kijken wat je ervan gebakken hebt. Blijf altijd in de buurt van je groene smoothie. Het liefst met je hand op de deksel. Het zal niet de eerste zijn die wat groene smoothie op de muur van haar keuken krijgt. Ja, het enige wat je dan nog hoeft te doen is proeven wat het nog nodig heeft. Zo, die is groen geworden. Toevallig een heel rood truitje aan, dus we steken mooi af. Ik ga hem even proeven. Ja, ik vind hem eigenlijk al te zoet. Er had voor mij minder appelsap in gemogen. Maar dat kan ik natuurlijk niet meer uithalen. Dus ik denk dat ik hier straks even wat extra citroensap in doe. Citroensap maakt het natuurlijk een beetje zuurder. Daardoor wat minder zoet. En maakt hem ook wat frisser. Maar misschien vind jij hem wel heel erg lekker. Het is altijd heel even uitproberen. Zeker in het begin. Maar nogmaals, hou het simpel. Spinazie, zelfgemaakte amandelmelk, klein beetje appelsap en een groene banaan. En in de volgende video ga ik je vertellen waarom ik hier heel graag een groene banaan voor gebruik. En niet zo'n hele rijpe gele banaan met allemaal van die bruine spikkeltjes erop. En voordat ik het vergeet, vind je dit een leuke video? Geef me dan een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal en als je op het belletje klikt, laat ik je ook nog eens even weten wanneer de volgende video beschikbaar is. Ik wens je een hele fijne dag toe. Groen moet je doen, hè? Je weet het.